Goedemorgen allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Het is nu ochtend voor mij, maandagochtend. Ik ga straks, je ziet het al hierachter, al mijn lampen liggen hier, alle lichteffecten. Ik ga denk ik niet mijn DJ-tafel gebruiken, omdat dat niet echt nodig is. En daarnaast kost het mij nog eens heel veel meer extra moeite om te doen. Dus ik ga gewoon dit gebruiken. Hier zo buiten staat mijn oude camera, de Canon 600D. Oh, overbelicht. Met mijn Tamron lens. Een timelapse te maken van de wolken hierboven. Kan je waarschijnlijk ook niet zien, maar ja, die is dat aan het doen. Ik hoop dat het een beetje goed uitpakt, dan ga ik die in de video gebruiken. Magic Lantern zit erop en ja, ik ga zo eerst nog even wat eten, want het is nog vroeg, het is bijna 12 uur geloof ik. Dan ga ik even mijn hond uitlaten en dan ga ik de lamp opbouwen. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ik heb er heel erg veel vraag naar gehad, dus vandaar deze video. Ik hoop dat je het leuk vindt en ja, doe alvast dat blauwe duimpje omhoog en dan zie ik jou weer naar de intro. Omdat ik zo aardig ben, heb ik net terwijl ik mijn schoenen ging aantrekken boven in mijn kamer ook gelijk voor jullie eventjes deze meegenomen. De DJ boot, de DJ tafel. Dan heb ik toch de lichtbrug, dan gaan we echt de fucking hele setup neerzetten straks. Ik heb er heel erg veel zin in, het gaat heel erg veel werk kosten. Heb ik allemaal voor jullie uiteraard. Straks dus een hele dikke setup. De camera die is nog bezig buiten. Ik ga nu even mijn hond uitlaten en dan ga ik lekker beginnen. Doe alvast een blauw duimpje omhoog voor alle moeite die ik doe, alsjeblieft. Gaan we een plusje doen? Ja, yeah. Kom. Ik ben lekker buiten geweest met mijn hond. Ik ga nu beginnen met de setup. Ik denk dat ik ga beginnen met de DJ-tafel. Ja, een beetje kijken wat ik ga doen, wat het lichtplan wordt voor vandaag. Ik heb eigenlijk nog geen idee. Ik vind het ook een klein beetje lastig, omdat er zoveel mogelijk is en ik weet niet wat het beste is. Dat ga ik trouwens ook gelijk anders even kijken voor de bruiloft. Stel er komt geen lichtbrug, dan ga ik deze setup hoogstwaarschijnlijk doen. Dus ik zou zeggen, kijk lekker mee, ga er lekker voor zitten en ja, ik hoop dat je het leuk vindt. Slim dat ik nou alles hier heb neergelegd, maar ik moet daar gaan opbouwen. Dus dan moet ik eerst alles weghalen daar, dan pas kan ik de statief en zo gaan plaatsen en dan pas kan ik gaan opbouwen. Goed gedaan, Timo! Duidelijkheid, mijn tafel kan ik niet meer vastdraaien. Al die knopjes hier, je kent het vast wel, is allemaal doorgedraaid. Dus ik moet nieuw hebben. Want nu heb ik bij elke gig dit. En dat is echt niet chill. Ik durf het er bijna niet eens meer op te zetten, want normaal zit hier gewicht op mijn DJ set en dan gaat hij minder snel zo. Maar nu heb ik alleen licht en dan gaat hij heel snel zo. Of misschien zelfs wel naar voren of naar achter. Oh, lekker handig dit weer allemaal. De helft valt op de grond. Oeh, visitekaartjes. Oh shit. Helemaal vergeten dat wat ik nodig had helemaal niet meer in deze bak lag. Ik moet nou eerst naar boven toe. Nou pas kom ik terug. Hier zocht ik naar het tasje met al die dingetjes erin. En ik heb gelijk eventjes voor 64 giga geheugen meegenomen, omdat deze camera straks al vol zal zijn. Ik ben nou al kapot.
ga hem denk ik gewoon deze hoogte laten staan. Dan kunnen jullie het ook gewoon nog steeds zien. En dan heb ik minder gevaar dat hij omvalt, denk ik. Dus ik ga hem niet nog verder de hoogte inbrengen. Kwaliteit. Wat gaan we doen? Ik denk... twee scanners hierop. Maar hoe? Ik denk dat ik de Aira's, de Comparkids op hun statieven ga zetten. Ik denk scanners, 4 stuks. En dan moet ik even kijken waar ik de vertigo's ga doen. Dus dan kan ik hem gewoon zo vastmaken aan de truss met de ophangbeugel. Maar ik zou ook eventueel een GA kunnen gebruiken. Maar ik denk dat ik het liever zo doe. Volgende. Dit is trouwens de eerste keer dat ik deze dingen hier ophang. En ik moet zeggen, het is geen pretje. Echt geen pretje dit. Maar 2 stuks die hangen. Nice. Nice. Nu die andere nog. Ja. Of wat we doen, is we zetten hiernaast nog 2 scanners. Doen we daar de vertigo's. Gekke thumbnail. Dan doen we hierboven of zo. Of ergens de Comparkids. Gaan we dat eerst doen. Zo zien jullie ook gelijk hoe dat dan gaat. Wat ik in mijn hoofd had, maar dus nog geen video over heb gemaakt blijkbaar. Deze staat denk ik wel iets te hoog. Misschien dat ik deze alsnog iets naar boven doe straks. Kan ik dan eigenlijk beter nu gelijk doen. Ja, weet je. Dit is gewoon echt. Echt niet chill. Dat ding gaat letterlijk alle kanten op, maar het ziet er wel sick uit. Volgende statief. Laatste scanner. Zo. Zo ziet het dan uit wat ik al die tijd in mijn gedachten had. De 2 scanners naast de DJ-boot, 2 nu zo erboven. Natuurlijk kunnen ze ook recht erboven, dat is ook wel sick. Oh shit, dan heb je gewoon bam bam. Voor de volgende keer. Gaan we nu verder met de vertigo's. Die gaan we daarboven maar doen, denk ik. Bang. Die staat ook. De laatste vertigo ligt hier. Ik geloof dat deze brug 30 kilo kan houden. Er hangt nu 15 kilo aan, dus dat moet je nog makkelijk kunnen houden. Oké, bang, die hangt ook. Nice. En nu, deze. Kijk, ik weet niet hoe dit zit. Maar dit moet ik even een keer goed doen. Dat het gewoon makkelijk en stevig zit. Want nu is het niet echt stevig of zo. Oké, nice. Fucking dik. Nice. Gek. Gek, en dan kan deze op zich nog, die ledpar, hier zo of zo, dat hij dan op mij richt. Maar misschien ga ik deze nu even uit de video houden. Dat ik het strak wil houden. Comparkids. Ik heb niet echt plek met mijn statieven nu. Nice. Oké, op zich, ik zou ze dan denk ik hier zetten, dan echt. Hier, maar dat staat dan denk ik niet op beeld. Jawel, maar dan moet ik even die stoel weghalen. Dangerous. Het staat op zich redelijk stevig genoeg. Je kan het een beetje slecht zien. Ja, ik weet ook niet hoe ik het anders moet doen. Sowieso, ik moet het ook nog gaan aansluiten. Ik ga dat niet nu doen. Dat ga ik denk ik in een andere video doen, want deze duurt al heel erg lang. En dan kan je ook het eindresultaat zien. Eerst ga ik nog even alles opbouwen, want ik ben nog niet klaar. En ja, dan zien we wel weer verder. Het ziet er dan misschien wel een beetje stom uit. Het effect dat komt wel tot het idee tot wat het moet doen. Ik bedoel, je ziet de lichtstralen wel gewoon. Het licht wordt niet tegengehouden. Het licht dat komt nog wel gewoon de zaal in. Dus op deze manier
ziet het misschien niet super nice uit, maar het komt wel tot zijn doel. Dan wil ik je heel erg graag bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je dit nou super awesome? Laat dan zeker een blauw duimpje omhoog. Ik heb heel veel moeite hierin gestoken. Ik heb het ook super warm. Ik zweet me verrot. Maar ja, alles over voor jullie. Ja, deze lichtsetup, wil je er nou meer van zien? Dat het ook is aangesloten en dat het echt in werking is. Abonneer dan op mijn kanaal. Binnenkort komt die video. Ik ga het nu even aansluiten. Dit ga ik niet filmen of iets, want dit duurt veel te lang. En ik weet echt nog niet hoe ik dit moet gaan doen. Omdat ik nog nooit zo heb opgesteld. Laat in de reacties weten wat jij van deze lichtsetup vindt. En wat jij anders aanraadt. Of wat ik misschien niet goed heb gedaan. Doe een blauw duimpje omhoog en abonneer nogmaals op mijn kanaal. Alsjeblieft, doe het. Bijna 2000 abonnees. We gaan ervoor. En dan zie ik je graag bij de volgende video. Doei.